Hey Koeps. We gaan op vakantie naar de Sky Island! Of iets in die trend. Yay! Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Wat Motten. Ga weg. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Paper Mario en het duizendje door. Ik ben er weer. Trainer Stevie terug met een nieuwe aflevering. In de vorige aflevering is dit zijn broddershop en hij is daar heel erg blij mee en dat boeit ons eigenlijk helemaal niks. Heb je iets nieuws te melden? De vorige aflevering hebben we de tickets gehad voor de blimp. Dus ik ben heel benieuwd of hij iets nieuws voor ons heeft. Een leuke badge. Damn, die is goed. Die wil ik eigenlijk hebben. Die wil ik eigenlijk hebben. 180. Hou hem even vast. Misschien kan ik 80 muntjes bij elkaar sprokkelen. Die wil ik echt hebben. De Jumpman Badge. Zorg ervoor dat je attack nog eens een keertje met 1 omhoog gaat. Maar je kunt je hamer niet gebruiken. Dit is één van de badges om juist een ultieme Jumpman set te kunnen krijgen. Dus vandaar ook de naam Jumpman. Als het goed is, we hebben wat badges die we kunnen verkopen. Ik weet niet of het echt daadwerkelijk... We're selling. Oké, laten we eens eventjes kijken. Ik zeg heel eerlijk, de geluidsbadges die werken niet bij anderen, dus die kunnen we net zo goed verkopen. Ik gebruik ze toch verder nooit. Oké, we hebben nog 30 nodig. Heb ik nog iets van 30? Close call, ik gebruik hem nooit. Quake hammer. Power down defense up, 100. Hoppakee, we zijn er klaar mee. Dat zijn van die badges die zou ik echt nooit gebruiken. En dat bedoel ik ook echt nooit nooit. Nee, daar ben ik al tevreden over. En dan komen we dadelijk aan, dan zegt de vent in één keer zo van, ja sorry, ik verkoop hem niet meer. Ik heb verkocht aan die andere man. Die man zonder snor. Please, zeg me dat je hem nog hebt. Hij heeft hem nog. Mooi. Nou, kunnen we deze nog niet echt equippen op het moment. Aangezien dat... we hebben er wel de badge points voor. Maar er zijn nog wat dingen waardoor dat we echt de hamer nog wel nodig gaan hebben. Dus laat het... Ja, het lijkt me niet echt verstandig om te zeggen van... Goh, laten we... Het beste is om gewoon te zeggen van, wacht nog heel eventjes met die badge te equippen. Dus in ieder geval, achter die prullenbak, daar zit een Star Piece. Die komt van comment, ping! Aangezien dat ik helemaal vergeten was dat daar een Star Piece zat. Dus enorm bedankt voor het melden, daar ben ik echt heel erg blij mee. En oh ja, de Daily Lottery kunnen we ook weer eventueel eventjes doen. Ik geloof niet dat we iets van prijs hebben, maar een Gruits Mushroom, waarom ook niet? 9887. Yay, we hebben niks gewonnen, dus hier heb je een gratis mushroom en dan kunnen we nog niet eens meer dragen, dus moeten we iets weg gaan gooien. Ja, de draaitschroom kan er weg. Nou, aangezien dat ik morgen niet kom, omdat morgen ben ik waarschijnlijk aan het editen, net zoals dat ik nou bezig ben met een hardcore aan het editen. Daar krijg ik trouwens ook nog vragen over, van wanneer begint die? Ik heb gezegd in juni in verband met, ik had er nog niet echt een exacte datum voor. Dus vandaar dat ik het moet houden op echt juni. Ergens deze maand gaat hij dus beginnen. Hele mooie treinen kunnen we op dit moment nog helemaal niks mee. Want daar hebben we geen trainticket voor. En oeh, jij ziet er sincere uit. Wat wil jij? I tell you. Zo, jij klinkt heel erg als... hoe heet ze ook alweer? Vrouw met grote wenkbrauwen. Dus ik ben een flurry. I just standing here gazing at the train more than I would like riding it. Because if I were to ride it, I wouldn't get to see how close the main engine looks. Yeah, looking at it is better. But if I could just afford a ticket, I might ride it once. Dude, je rijdt een... Je hebt een freaking walk. Je kunt vliegen. Oké, de treinen zijn awesome. Maar goed. In ieder geval, we gaan naar Glitzville, want we hebben de ticket. Dus... Kijk eens, hele mooie ticket. Die ticket kunnen we zo vaak gebruiken als dat we zelf zouden willen. Zit er nog een secret to everybody? Ja, natuurlijk! Zoals ik al zei, sommige... Warpipes, die hebben nog altijd een secret, een secret star achter ze zitten. Dus die wil je echt wel eigenlijk hebben. Dus, kunnen we hier overheen springen? Nee, oké. I can fly! En zo, beste kijkertjes. Vliegen wij naar chapter 3. Eén van mijn favoriete chapters. Nou, zijn er... Ik heb al comments gelezen dat er sommige mensen zijn die een hekel hebben aan deze chapter. Ik vind hem juist eigenlijk heel erg leuk. Ik vind dit eigenlijk één van mijn favoriete chapters van het spel, omdat ik hem zo leuk vind.
Ik bedoel, serieus. Ik snap dat sommige mensen zoiets hebben van... Ja, dit boeit me eigenlijk heel erg weinig. Maar ik moet zeggen, ik hou wel van dit idee. Dit idee ben ik wel een groot fan van. Dus dan moet ik wel eventjes trouwens één ding checken. Oké, jij staat goed. Als je nou eens eventjes naar voren vliegt, dan komen we misschien in de buurt. Ja, het schiet al beter. Nee, maar chapter 3, jullie zien daar ook van eigenlijk wel waarom dat een van mijn favorieten is. Dus, Ik bedoel, het is een freaking vliegend eiland. Hoe awesome is dat? Alsof dat een net idee... Nou ja, eigenlijk was dit spel eerder dan Skyloft en alles, dus... Hey! Waarom ben jij zo vrolijk? Maar in ieder geval, we zijn op een vliegend eiland. Genaamd Glitzville! Yeah. This would be Glitzville, alright. How do they make it float? I mean, it hasn't ever, you know, plunged from the sky or anything. Has it? Had je net niet die jets aan de onderkant gezien? Daarom kan het vliegen. Heel erg simpel. En het ziet er awesome uit. En ik zag een Shine Sprite. Ik wil die Shine Sprite. Geef me die Shine Sprite. Geef me gewoon die Shine Sprite. Geef me gewoon... Dus... Time to hunt down the Crystal Star, Mario. I know I'm ready. Nou, dat is heel erg fijn, Koops. Maar ik zie daar een Shine Sprite. En dan denk je bij je eigen... Ja, dat is heel leuk dat daar een Shine Sprite zit. Maar die kun je toch nog niet pakken? Tuurlijk wel. Als je maar weet hoe. Natuurlijk zit hier een secret to everybody. En hier zit ook nog eens in de kitchen een in... Dat was niet eigenlijk slim dat ik die nou pakte in verband met... Ik heb hier geen ruimte voor. Oeps. Nou ja, ik ben toch niet van plan om in te blijven, dus laat me lekker weggaan. Dus, fresh juice, daar hoeven we nou ook niet echt veel te doen. Zat hier trouwens nog een secret to everybody? We kunnen hier een secret to everybody even pakken. Dat is deze hier. Poink. Ik blijf het geweldig vinden hoe dat die dingen altijd zo aankomen. Altijd eventjes achter de schermen kijken op het moment dat je iets dus geblokkeerd ziet. Aangezien dat je de camera niet kunt draaien. Jullie weten waarom. Kan altijd de Starpiece zitten. En we hebben de Power Plus P. Tot onze partner nog eens een keer een extra boost kan krijgen in aanval. Dat ding daar, daar hebben we nou op dit moment nog niet echt nodig. Dus daar gaan we nog niet even mee beginnen. Volgens mij zat hier ook ergens weer zo'n secret to everybody. Volgens mij voor de rode lopen daar dus. Ik check hem nog één keer hier ergens. Hier in de achterhoek misschien. Nogmaals, jullie weten dat ik niet met iedereen wil praten in verband met dat een beetje zinloos is. Oh, en deze telefoon die is ook leuk. Hallo, brother. Luigi hier. How are you holding up? Hallo? 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 Ja, jullie snappen de grap wel. Mario, Professor Frankly here. Be careful out there. Ah, dankjewel. Oh, hi there, Murphy. It's Scroop, the mayor of Pittsburgh. How's Scoops? Ah, hartstikke goed. Dus ja, zo zie je dus eigenlijk heel erg veel verschillende teksten. The local time is now... snack time? Hello? No, we don't deliver. Er zit er echt zo erg veel tussen. Hi, am I the 987,034th caller? Did I win the free tickets? Ja, dus er zit er nog volgens mij eentje bij die ik nog niet heb gehad. En daar zegt hij dan, prank calls are so uncool of iets. En die... Ik raak hem helaas niet te pakken, maar er zit dus, ik vind het gewoon grappig. Goed, deze shop hier, die heeft weer een nieuwe item die we nog niet hebben gezien. Dat is namelijk de Point Swap. We hebben een Repel Cape, we hebben een Power Punch, we hebben een Thunderbolt en Earthquake. Earthquake kan heel erg handig zijn. Het nadeel is, ja, we hebben al zoveel items, dus... laten we eens heel eventjes een paar items verkopen waar ik echt niks mee zou gaan doen. Zoals bijvoorbeeld een Mushroom. Ik krijg er 2 coins voor, dus altijd heel erg handig. Ja, de fresh juice is handig, die is handig, die is handig, die is handig. Nou ja, eentje van deze die kan gewoon even weg. Ik bedoel, we hebben nou ook dat we... Shroomroos, dat was 15 inderdaad. Ja, laat maar gewoon gaan. Ik bedoel, ik wil deze kopen. De Power Punch! Een van mijn favoriete items. Zeker handig om te weten waar dat je die kan kopen. En die wil je zeker hier kopen. Dus, waarom ook niet? Altijd handig om er eentje bij te hebben. Dan kunnen we hier nog heel eventjes kijken. Dan kunnen we hier altijd hotdogs halen. Hartstikke leuk. Dus je kunt er eentje kopen. Die herstellen HP.
I'm hungry, and I want to eat a hot dog, and I want to eat it right now. Oh god. Deze familie trouwens wordt nog belangrijk later. I find this floating city concept quite fascinating. Yes, it intrigues me. I wonder what sort of coinage one might sell to build a vacation home here. En werd de guy te melden. So, this is Glitville, hm? Not a bad place. If a little of the heart reside, perhaps I'll begin my stay here with a hostile bar that hot dog stands. En als ik me niet vergis, dat we dus hier eventjes springen. Ergens, kom op, ik weet dat hier ergens zo'n star dingen zit. Ik zal hem ook vinden ook, geef me een seconde. Hier zat hij dus wel, ik had het dus hartstikke mis. Ik wist dat hij er ergens zou zitten. Oh, en dit is natuurlijk ook altijd leuk. Wil je altijd al je gezicht hebben gestaan op een hotdog? Nu kan het! Zou ik je... Ja, waarom ook niet. Even, wil ik hem wel goed doen? Wil ik hem wel goed doen? Kom op. Zo ja, perfect. De thumbnail. Altijd allemaal gezicht op een hotdog willen hebben. Goed, trouwens nog één heel erg leuk klein dingetje. Namelijk achter deze pilaren. Tenminste, achter één van deze pilaren. Achter één van deze pilaren. Sorry, dus niet achter de pilaren, maar achter een grassprietje. Nog erger. Daar zit de Starpiece. Hartstikke leuk om te weten. Goed, laten we maar naar binnen gaan. Ik wil serieus, we zitten al 11 minuten in deze aflevering en we hebben nog geen ene sodemieter gedaan. Hallo. You're out of the way, pal. I don't do stories on nobody. Sorry. Move it or lose it. Maar ik ben Famous Mario en alles. Move to one side, small fry. The only thing my camera shoots is famous athletes. Nou, dan kun je dus twee kanten op gaan. Je kunt dus naar beneden toe gaan, maar je kunt dus ook naar boven toe gaan. Laten we naar boven toe gaan. Vind ik leuk. Al die posters trouwens, hartstikke leuk. Hoi, wij komen ook even kijken. Het is gratis nog eens een keer, ook nog eens een keer. Wow, this place is so cool. Hey Mario, look up there. There's a battle match going on right now. I'm so excited. That's right. I think it's about time you feel the rock. The rock. Nou, misschien moet ik jou eigenlijk een beetje een Sylvester Stallone impression geven. Stay down, pushing. You don't want more of this. Why do we even show up? Yeah, you heard me talking, Wimpy. Stay out of the ring or feel the burn, baby. Tell you what, do about a million push-ups and then come see Uncle Rock Hawk. I'll give you another world-class bunking and send you crying home to mama again. Hooey, champ, that was a grand old whooping. Yeah, does on the match. You got that match? Ain't there a fighter out there who can challenge me? No, no one can. Hear me? Ain't a fighter out there that can even make me sweat. They're all a bunch of little crybabies running around in stinky diapers. You got a bone to pick? Come fight me. Bring it. I'll take on anyone. You weaklings might as well stick to video game fighting, okay? Cause I'll hurt you. Yeah, number one, baby. Rock Hawk is a champ! Bleh. Hey, kijk eens wat we daar zien. Do you see that, Mario? The thing on the shiny belt. Is it the crystal star? Yeah. Yeah, it's gotta be. That sparkles the crystal star. But that doesn't make much sense at all. Why would it be on that guy's belt? Nou, dat weet ik ook niet. En waarom heeft niemand door dat het een Crystal Star is? Boy, I don't know, Mario. It's not like we can just steal that guy's belt. Or can we? What should be our move here? Let's steal that thing. If we don't battle our way to the top, that dude felt along. Steal. Listen, Mario. I think the world of you, but really, we can't do that. Moet de guy eens opletten. It wouldn't be right. The way I see it, we have no choice. You gotta fight your way to the top and win that belt fair and square. Waarom geef je me dan de keuze? So, I guess we better get started. There must be a Nova sign up somewhere. My tummy's getting upset. Let's find the guy in charge before I lose my nerve. Nou, oké, laten we eens eventjes gaan zoeken naar de guy in charge. Waarom ook niet? Waarschijnlijk moeten we wel eventjes dan praten met security.
Well, hello there, you big, murky hunk of a man, you. You're smashing, dear. But I'm afraid I'm only interested in the champion Rockhawk. To Leo. Now do it! What's that, bub? Want to become a fighter? Well, if you're serious, you better go meet with Mr. Grubber, the promoter. Mr. Grubber's office is just down the hallway. You can't miss it. Head on through. Let's go, bub. Bub. Mom, ik niet Bob. Klinkt awesome, Bob. Dankjewel. Hi, Bob. This is a minor league locker room, Bob. Sorry, can't go in here. Dus ja, hier zitten we dus een beetje achter de schermen. Hi. Sorry, fighters only, Bob. No one else, admit it. Jullie zijn saai. Hoi. This is a major league locker, Bob. Sorry, can't go in here. Moet ik dan hier? Moet ik hier? Oh, dat is de champions room. Kunnen we dan misschien gelijk de belt jatten of iets? Waarom ook niet? Hi. What's that? You want to be a fighter, Bob? Oh, alright. Go in. Mr. Grubber's just inside. Klop, klop. Who in tarnation are you, son? And who let you in? This is Grubber's office. Yep, that's me, Krabba. And you're one rude dude coming in without knocking. Hey, ik heb geklopt. En kijkers hebben het gezien. What now? An athlete, huh? You wanna be a fighter? Jouw stem is veranderd volgens mij. Hooey! That dude changed a thing or two, son. I always got time for an upcoming upcomer. Or something like that, I don't know. Yep, this place is packed to the gills with young fighters. All primed and are raring to go. Gotta say, son, you're a bit skinny for my taste. But I'm willing to give you a shot. Now, play me straight, son. You want to live the glamorous life of a champ, don't ya? Nah, darn, Skippy. All right, son. I hear where you're coming from, son. Loud and clear. When I was just a poor bop, I didn't give a pokey spittoon for fancy bigs anyways. But I jumped into the world of martial arts. And fought my way to fame and riches. And know what I realized? Being rich and famous is diggity dang dynamite! Nou, dat is leuk voor je. Ik hoefde jouw levensverhaal niet te horen. Now I can't mix up in the ring no more. But I earned enough to set me for life. You're reading me here, son? Dreams do come true. Even they ain't yours. Exactly. Yep, that's the key, son. Dream big, and you'll get big. That's the winner's way. And when you make it big, you'll look back at it, all those small dreamers, and you laugh. You read me here, son? Nee, boeit me niet. Serieus. Jawel, boeit me wel, denk ik. That's the spirit, chief. Here, let us have a little walk and talk. Come on now, don't have all day. Nou, oké, ja, waarom ook niet? Nog meer geleuter. Joepie. Dus waar gaan we eigenlijk naartoe, gast? Oh, nice. Dit ziet er nice uit. Now, how do you like this part? Just feast your eyes, go on. This is the champion's room. Isn't it a sight? Deluxe. You become champ, son, and you get the key to this room. That ain't all, of course. That's on top of the big money and screaming fans. Yeah, no doubt about it, son. Apply yourself and a life of wealth and comfort awaits. Dat klinkt heel erg leuk. Now, here we have the major locker room. A lot of contenders here. What you think, son? Huh? Not exactly glamorous, but it's clean and comfortable. Totally sanitary, too. Maybe I'm old-fashioned, but I care about my fighters, darn it. Now, I'm sure you know this is already, son, but there ain't but one world champion. Clawing your way to the top ain't taking the belt to become champ ain't an easy thing. But that's the point, son. Wouldn't be worth it if there were no challenge. So, I can see you got the fire for it. Two part. You got the eye of the tiger there. The eye of the tiger, it's the thrill of the fight. Rising up to the powers of a rival. And the last loss of a... Okay, sorry. You're gonna be champ. I can just feel it. I ain't never be so sure about a fighter. Nou, dat is fijn, gast. Oh, hey, another thing. You gotta sign an itty bitty contract to be a fighter. It ain't no thing, just a second or two of your time. Just judge your name. I don't think so, ik vertrouw dat niet.
What in the hey? You lose your taste for glory, son? Well, I can't say I understand your change of heart, but ain't nothing I can do. I like your style, though. If you ever change your mind, just come back here, you hear? Okay, ik take it well. Ik mag het contract nog niet eens lezen. Best thing you ever done, son. Nou, yo Mario, ain't a bad handle. Still, I gotta say, Pardit lacks a little punch as a fighter's name. Get me? Let me see here. Bam hooey, I got it. From now on, you're gonna be the great Gonzalez. Oh, ain't that a beauty? Dang it, if it ain't stroke of genius, a name that good comes right out of a lifetime. Yep, everyone will be soon bow before the great Gonzalez. Make me proud, son. Inderdaad. Well, now we got that business side out of the way. Jalene, could you come in here a minute, darling? Yes, sir. You wish to see me? Sure did, hon. Jalene, this is the great Gonzalez, our newest rising star. Be a peach and take him on down to the minor league locker room, alrighty? Right away, sir. Mr. Gonzalez, if you would be so kind, please follow me. Oh god, dat is een snop! As you know, you are a contract fighter now, so you must abide by some rules. First and foremost, what Mr. Grubber says goes. Period. You must do what he says. Also, per your contract, you cannot quit until Mr. Grubber releases you. There are many other small guidelines that I will explain as they become relevant. Bla bla bla, snitch snitch snitch, snop snop snop. Wauw, natuurlijk heeft hij ons deze kamer niet laten zien. Well, here we are. This is your locker room. You're starting in the minor league, of course. As you're just now started your career. If you don't like this dingy room, I suggest you work your way up through the ranks. When you're ready to fight, just log on this computer terminal here that looks conveniently like a Game Boy Advance. Mr. Grubber will then decide who you match up against. You will have no say in this. Why don't you try it once? Walk up to the screen and log on with A. What is A? Then pick reserve a match. Maar wat is A? Serieus? Welcome to the automatic match reserve system. What is your command? Reserve a match! Well, howdy, Gonzalez. Ready to get your first fist dirty, huh? There you go, son. I got a treat for you. Your first battle is going to be against the Goomba Bros. Don't you worry about them. They'll be a piece of cake. Just mop them up, okay, son? Hey, we want to get everyone fired up, so... So appeal to the crowds at least once. You got any questions about detailed rules? Just ask the lovely Miss Jolene. Okay, son? Well, good luck, Pard. Okay, your battle is reserved. At this point, you just wait until security comes for you. Fighting is pretty basic. The team that drops the opponent's HP to zero first wins. If you beat an opponent who ranks above you, your ranking will go up. Then again, if you lose to a power ranking, your ranking will go down. Simply winning is not enough. When Mr. Grubber says fight, conditions follow them. In this case, the condition is to appeal to the crowd at least once. Very easy. If you satisfy the condition and win, you can battle on higher ranked opponent next. If you can get your rank up to 11th, you'll get a shot at the Major League. That's all about you need to know for now. Did you understand all that? Yeah. Okay, good. For now, just wait until security comes to get you, Mr. Gonzalez. Gonzalez, match time. Follow me, Bob. Okay, security is here to ask you to the ring. Try not to get completely destroyed out there. Serieus, het zijn Goombas. Wat denk je wel niet? Jolene. Jongen. En dan moet jij nog eens een keertje verplicht appealen naar de crowd. Ik bedoel, we zitten op 25 minuten, dus ik dacht bij mijn eigen, laten we toch nog één battle doen. Waarom ook niet? Squaring up next, folks, are the Hopping Hardheads, the Goomba Bros. And a newcomer with a hankering for hammering, the great Gonzalez. The Goomba Bros have been waiting and getting all head up in for the fight. Let's check in. How do, Goomba Bros? Are you feeling today? You're ready for the fight? Huh, are you kidding, man? We're always ready to bunk a fool or two. Who is this Gonzalez rookie?
A cocky idiot. That's who. Waiting just makes us mad. We're gonna teach this tardy punk how to respect fighters with sincerity. I think maybe you ought to call an ambulance for him now, just to save time later. Hi, zijn we hier. Oh, diggity dang, fight fans, there is the great Gonzalez now stirring it up. I tell you, this rookie's got some guts strolling up late, like he owns the place. Oh, yeah. Okay, now, Gonzalez, listen up. Let me just explain the rules of the match real quick. Have a bunk, punk. En we krijgen dus helemaal niks. We worden gelijk uit de first strike en die probeer ik te supercard en ik faal. Goed. Hey, that's not fair. You can't attack before the bell rings. That's cheating. Come on, Mario. We can't let a bunch of cheaters beat us. Let's take him down. Oh, quit your crying, will ya? That was just a little welcome gift for the rookie. Where's our thank you? Oh, jij wil een thank you? Nou, wij moeten helaas eerst heel eventjes zwaaien naar het publiek toe. Hi, hoe gaat het met jullie? Dus dan is het publiek tevreden. En, Koops, zou je zo vriendelijk willen zijn om heel eventjes een well-preserved thank you te geven? Dankjewel. En we zijn ook nog eens een keer stylish. Yay! The great Gonzalez wins! Tell me, son, what was his first days of figuring like? That fight? What a joke! I tell you what, I just saw, folks, a whoopin'! This kid got skills! We got ourselves a new hero! Let's hear it for him, folks! Yeah, the great Gonzalez! Yeah, whatever. Okay, ik ga dus niet elke match hem lopen te voicen, want echt serieus, dat gaat mijn stem een beetje pijn doen. Dus, Maar dit soort teksten daarentegen, ja, dat is gewoon storyline, dat hoort er gewoon bij. Well, Gonzalez, that fight wasn't a total loss. But listen, son, fighters gotta play to the crowd, you know, pump him up more. I'm hoping you'll give me more razzle-dazzle next time, huh? We understand each other. Good. I'll be on my way then. Miss Jolene here will give you your fight money. See ya. Oh ja, dat is ook nog een ding. We krijgen fight money. Leuk. Here's your fight money, Miss Gonzalez. Yay. Geld. 3 muntjes. En we zijn naar 19 gegaan. The next fight will not be set up until you select reserve a match for the terminal. You can also check your current ranking on the terminal screen. Feel free to do whatever you like until your next fight. Good luck and so. You have a nice day, Mr. Gonzalez. Now goodbye. Oh, my glasses. En iedere keer als je dus hier komt, dan heb je ook nog eens een keertje een gast die elke keer tegen gaat lopen lullen. Yo, Brook. How was your first fight, dog? I'm King K, man. Just a bush league scrub like you. Good meeting you, man. You look like a stand-up dude. I think I can hang out with you. Hey, so, why don't you meet the gang, huh? This guy here is Master Crash. Nice to meet you, Bomp! Well, now that we got to know each other, I will give you advice, Bomp! As Miss Jolene was saying, you better, Bomp, obey Mr. Grubber's conditions. If you clear the conditions and win, you'll get a fire to higher-ranked foes, Bomp! If you can't clear them, you Bomp end up battling a lower-ranked fighter, Bomp! You can't climb the Bomp ranks fighting the bottom of the barrel, Bomp! Yeah, my man got, you know, some speech issues, but he's good at fight sometimes. Not just sometimes, Bomb! Advice is always useful, Bomb! Yeah. Right, man, whatever. Anyway, this lean machine over here is Bandy Andy. Nice to meet you! I'm not in here too often, but if you see me around, say hi! Oh yeah, if you sleep in the bed over there, your HP and FP will fully recover! It's not like the cushy bed in the champs room, though. It doesn't reveal star power. Hoe heb je eigenlijk idee wat het is? Okay, cool. And this last guy with the sweet purple kicks is known as Kleftor. Crack. Kleftor no like make friend with moustache. Easy there, Kleftdog. Dude ain't the friendliest guy, but you get used to him. Anyway, that's the core minor league crew, man. You need something? Ask us. Oh yeah, I almost forgot. You and me gotta eventually square off, so good luck, man. Nou, het punt is dus, we moeten dus heel veel battles doen en daar zullen veel mensen problemen mee hebben, aangezien dat je dus echt 19 matches moet gaan halen, voordat je dus eigenlijk een beetje dicht bij die, dinges komt. Maar goed, daar ga ik dus bewaren voor de volgende aflevering. Heb je leukste momentje natuurlijk laten weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. Laat een like achter natuurlijk voor de voice acting, als je daar de tijd voor hebt, want echt serieus, ik moet hier heel veel stemmetjes gaan doen.
Maar dat maakt mij niet uit. Ik dank jullie voor het kijken. Wens jullie nog een hele fijne dag. En hoop jullie natuurlijk allemaal weer te zien bij de volgende video. Dus tot dan. Doei!